En mijn eerste reactie is dat bepaalde groepen toch anders worden benaderd. En dat neigt een beetje naar, ik wil niet zeggen, maar discriminatie. Ik woon in de criminele buurt. Waar gaat het over? Mijn kind is naar de opvang gegaan. Mijn dochter gaat gewoon naar een goede school. Ik ben goed opgeleid. Dus je kan niet iedereen over één kam scheren. Ja, ik denk dat we een inclusieve samenleving aan het worden zijn. Of misschien zelfs al zijn. En ik denk dat als we gaan kijken naar duurzame oplossingen, dat straffen of extra straffen van crimineel gedrag, ja, dat het niet werkt. Volgens strafrechtadvocaat Gerald Roethoff is het plan van de VVD bizar en kan het linea recta de prullenbak in. Artikel 1 van de grondwet. Iedereen behoort hier in Nederland gelijk behandeld te worden. In Nederland. Dus je gaat geen onderscheid maken uit welke buurt iemand komt. Ik zou zeggen, waarom niet denken aan een dubbele straf voor politici? Over personen die gekoppeld zijn aan een politieke partij die gaat voor zware straffen en die dan zelf in de fout gaan. Dat soort personen met een voorbeeldfunctie, personen die bij banken in topfuncties werken en die daar dan, om het zo te zeggen, zaken plegen, feiten plegen die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Maar mensen die al niets hebben. Dijkhoff heeft het er in het interview over de mislukte integratie in bepaalde wijken recht te willen zetten. Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen, welwillende bevrijden en kwaadwillende harder aanpakken. Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken. Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt. U praat hier met mij en vanavond zullen we meer mensen erover praten. Dus als schreeuw voor aandacht, perfect gelukt. Maar het kan wel een bepaald idee teweeg brengen in de samenleving. Er wordt met een vingertje naar ons gewezen, maar er is ook een heleboel wat goed is in deze buurt en dat wordt niet benoemd. Er is gewoon criminaliteit, dat kunnen we niet ontkennen. Ik heb een zoon van 14. Ja, ik moet er niet aan denken dat hij een andere behandeling krijgt dan Piet of Klaas in dit geval.